Yo boys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zitten we hier op Metopia DDG. En we zitten bij de Zoo, een nieuwe stad denk ik. In ieder geval boys, we gaan een parcours doen. Ik dacht van, ja, we gaan even kijken hoe goed ik kan parcouren. Ik ben namelijk heel slecht op parcours. De parcours staat bij de Zoo. En ja, ik denk van, we gaan het gewoon doen. En wie weet, kan ik het snel halen? Natuurlijk ga ik het zo snel mogelijk halen. In ieder geval boys, like en abonneer. En tot na de intro. Oké jongens, in ieder geval, ik ga natuurlijk mijn Elytra uitdoen, want ja, het wordt wel zo moeilijk mogelijk natuurlijk. En ja, aan het einde van de video ga ik trouwens een wapen weggeven. Deze wapen in mijn hand op dit moment. Deze ga ik weggeven, dus ja, je moet even tot het einde kijken van de video. En dan laat ik achter wat je moet doen om te winnen. En ja, wie weet win jij deze gun. Oké, we gaan beginnen met het parcours. Ja toch, oké, deze vind ik nog op zich wel ja, makkelijk. We gaan natuurlijk niet erop springen, dat kan wel, maar nee, dat gaan we niet doen. We gaan het wel moeilijk doen. Ik heb tot nu toe, is het makkelijk. Right. Zo. Ja toch? Right. Tot nu toe is het nog wel makkelijk. Ik zie een poort daar en daar kan ik verder. Ik weet niet of we nou... Wacht, laten we eerst hier kijken. Ik weet niet of we verder moeten of... Zouden we verder moeten? Ik ben nog. Ik vind mezelf nog best een goed eigen parcours. Wat is? Wat is? Jongens. Het is nog best goed eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ah! Oké, okay, laten we terug zwemmen. Weet je wat? We gaan die portal over. Ik denk dat we dat gaan proberen. Ja, want zeg maar. Deze. Event is gebruikt voor, of dit event, deze parcours is voor een event gebruikt, dus ik denk dat je sowieso over de poort heen moet, want ja, andere spelers kunnen niet daar overheen springen, dus ik denk wel dat het zeg maar, oh, ik denk dat het gewoon bedoeld is, zodat je daar niet overheen springt. Nou, dan gaan we dat gewoon even testen. Zo, we springen hier overheen. Jongens, ik ben echt, oh, wat hè? Ik ben echt goed de parcours jongens, hoor je joh? Oké. Okay. Oké, laten we het overnieuw proberen. Ah, dus zijn we zijn weer op hetzelfde plekje. Laten we weer even overheen parcouren. Jalla. En we gaan opspringen. Oké. Okay, hier is nog een portal. Wacht. Wat, moeten we hier naar beneden? Of? Nee, oké. Okay. Ik denk dat we hier doorheen gaan. Je toch. Oei, hey, wacht. Wat is dit? You were kicked from the server. Oké, okay, is goed. Welke ministerie bevindt zich op de bovenste verdieping van het departementgebouw? Oh, dit is een quiz. Oh, dit is een quiz. Als ik eerlijk ben, weet ik het echt niet, jongens. Ik ben er echt heel slecht in. Heb ik nou per ongeluk geschoten? Nee, oké. Okay. Ik ben er echt heel slecht in. Oké, je hebt dus infrastructuur. Dat staat hier al sowieso. Wacht, dat is een parcours. Huh. Laten we dat parcours volgen. Shit, ik... Oké, wacht. Het is wel een parcours. Infrastructuur hebben we dus. Economie en... economie alleen. Hey, en dit. Wacht, wat kunnen we hier doen? Wacht. Oh, dit is ook nog eentje. Geen enkel. Dit is al... Ik weet niet, dit is al de moeilijkste. Ik weet niet welke. Ja. Ja, ik weet niet. Ja, economie kan het ook nog wel zijn op zich. Het economie is van Danny, die is minister. Ik denk dat het economie is, want dat is wel een belangrijke. Oké, we gaan economie kiezen. Kut. Oké, dat is het. Oké. Wacht, moeten we helemaal overnieuw? Oké, we zijn weer terug waar we waren. Ik denk dat ik voor die parcours ga. Die ga kiezen, dus geen van de allen, zeg maar gewoon geen één, want dat is wel de moeilijkste, gewoon qua parcours. Dus ik denk dat dat wel logisch zou zijn. Ja, ik denk, ja weet je, ik weet het niet zeker, we gokken het wel, oké. Weet je wat, we gaan het gewoon gokken, weet je, ik ga gewoon afspringen. We zijn in een andere kamer, oké. Hoeveel rode blokken tel jij? Nee, gast.
Nee, dat kan toch niet? Je kan toch niet. Nee, ik ga het toch niet. Ik ga echt gewoon gokken, denk ik. Ik ga het niet tellen. Als ik eerlijk ben, ik denk niet dat er 500. Nee, is het sowieso. Nee, is het sowieso geen 500 in, denk ik. Want ik bedoel. Dit kan toch nooit. Dit kan ook. Nee, dit kan nooit 400 zijn. En ook nooit 500. Dit is toch niet zo. Nee, joh, jongens. Oké. Okay. Nou, ik zou het echt niet weten hoeveel het zou zijn. Ja, weet je, ik denk dat ik gewoon ga hakken, man. Ik denk sowieso 400 of zo. Want dit kan nooit 570 zijn, toch? Of 520 of 540. Nee, joh. Ik ga denk ik gewoon. Ja, ik ga gewoon hakken. Hey, let's go. Oké. Waar zijn we? Waar de fuck zijn we? Even kijken. Is het goed? Wacht. Rustpuntje, je bent er bijna. Even kijken of het goed zijn, ik weet het niet. Nou. Ja, sowieso wel, want we moeten hier parcouren. Wat? Wat? Wacht even, dat kan niet. Deze parkour jump is niet haalbaar, ouwe. Ik zeg heel eerlijk, die is niet. Nee, joh. Nee, ik denk niet. Dat kan niet. Wacht, dus. Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet. Ik heb gym boost. Maar ik ga kijken wat er wel in zit. Zit er wel iets in? Wacht. Ik denk dat ik wel iets zag. Mag laten goed kijken. Die gaat naar Zoo. Die gaat helemaal niet. Wacht. Ik ga eens testen. Oké, we zijn terug. Ik denk dat het niet die is. Want die parkour jump kan sowieso niet, jongens. Ik zeg je eerlijk. 490 sowieso niet. Oké, dan heb je 520 of 540. Nou ja. Ik ga gewoon tegenover pakken, denk ik. Ja, ik ga gewoon tegenover pakken. Ja, dat gaan we doen. Let's go. Oké, we zijn nu in een andere ruimte. Wat de fuck is dit? Wacht. Oh, dit. Oké, wat is dit? Wacht, wat is dit? Wat de fuck is dit? Is dit een boom of zo? Of een. Ja, een boom, ja. Alleen die boom is wel heel raar. Wat? Oh, dit is volgens mij. Ja, wacht. Dit is volgens mij onze kop. Wacht, wat? Dit is onze kop. Oké, laten we gewoon goed doorlopen. Ja, dit is onze kop. Oh, leuk. Let's go. Ja, dat is onze kop, ja. Alright. Nou, ik denk dat we hier doorheen gaan. Ik was net echt bijna dood, jongens. Want ik was even. Want dit is even geknipt waarschijnlijk. Dat ene stukje van net. Maar in ieder geval, ik viel bijna dood. Omdat ik geen Lutra mag gebruiken. Door een parcours. Oké. Zo, jongens. We zijn op zich, hè, tot nu toe, jongens. Zonder grappen. We zijn best wel goed bezig, eigenlijk. Als ik eerlijk ben. Ik vind het niet dat we slecht doen. Dat vind ik zeker niet. Even geen fall damage pakken, zo weinig mogelijk. Wat chill, hoor. Jump Boost 2. Maar, nee. We hebben tot nu toe hebben we helemaal niks qua else gepakt. Oh, dit. Eerlijk, jongens? Oh, ik kan echt goed parcouren, jongens. Dat ik die parcoursje heb gehad. Oké, ik vind het op zich wel. Ja, tot nu toe vind ik het toch wel. Ja, op zich wel haalbaar eigenlijk. 1, 2. Oké, dan moesten we wel fall damage pakken. Oké, daar is het einde, denk ik. Van deze parcours. Dan kunnen we door naar de volgende parcours. Oh, dit. Nee! Ja. Right. We zijn weer ongeveer bij hetzelfde plekje. Right. Beter halen we dit even wel. Zo. Oh, dit! We hebben gehaald. Oké, let's go. Oh, dit is ook gelijk het eind, denk. Is dit het einde? Ja, volgens mij wel. Is het er? Oh, we zijn er. Nou,
We hebben het gehaald. What the fuck? Oké, we hebben 3 keer gefaald, denk ik. Nou ja, we hebben het wel gehaald op zich. Dus wacht. Ik zeg nu wel dat we gehaald hebben, maar oké, ja, we hebben het daadwerkelijk gehaald. Oké, in ieder geval, boys, we hebben het parcours gehaald. Ik vond het zeker een leuk parcours. Ja, een beetje gefrustreerd net. Dat, ja, net ging echt op het einde, dus blijkbaar ging ik vallen. En dan moest je hem overnieuw, maar dat hoort erbij. Ik vond het een leuk parcours. Als je dit uit wilt proberen, de coördinaten, die kon je net boven zien. Dus ja, het is gewoon bij een giraffe-eiland en dan kunnen jullie daar gewoon parcouren. Het is een leuk parcours, ik zou het even proberen als ik jullie was. In ieder geval, nu de giveaway. Ik geef deze gun weg. Een Colt M1911 met een skin. 9 dure, of 5 ammo en ik heb niet ammo. Ik dacht dat ik ammo had, maar in ieder geval, ik heb geen ammo erbij. In ieder geval, wat je moet doen is liken, abonneren. En je moet deze Delta game spelen. En als jij dat hebt gedaan, dan kan jij winnen. Laat in de comments achter waarom jij wilt winnen. En dan laat ik een winnaar achter. In ieder geval, jongens, bedankt voor kijken. Dit was de giveaway aankondiging en het parcoursje. Ik vond het parcoursje zeker leuk om te doen. In ieder geval, jongens, bedankt voor kijken. Laat een like achter. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later, mensen. Later.